Dit weekend speelt Ajax tegen Excelsior en het kan met een goed gevoel van start gaan. Want afgelopen zondag won Ajax van koploper PSV en verstevigde zo de tweede plaats. El Ghazi, PSV moet eerst de bal hebben natuurlijk, anders valt er hier nog één. En die valt er, El Ghazi. Met speelsgemak doet hij dat. En dan is het, mocht er nog twijfel bestaan over de gedachte wie hier gaat winnen, dan is dat nu zeker. Ajax staat dus op de tweede plaats en door de overwinning op PSV is het gat met de koploper nu nog 11 punten. Excelsior staat op een keurige 13e plek en dat terwijl ze dit seizoen promoveerden naar de Eredivisie. Ze doen het goed en ook Ajax had het lastig in de uitwedstrijd, maar won uiteindelijk wel. Goed verlengd door Van der Hoorn die nu kan gaan scoren. En dat doet hij! Ajax staat toch met 1-0 voor en dan heeft Frank de Boer een hele gelukkige hand van wisselen. El Ghazi als er geklungeld wordt door de verdedigers van Excelsior. El Ghazi. Nu al met Fischer. Schöne. En dan is het hier 2-0. Sivkovic met de beslissing en zijn eerste Eredivisie goal voor Ajax. De invallers scoren. Ajax en Excelsior troffen elkaar slechts 17 keer in Amsterdam en Ajax verloor nog nooit. Slechts één keer werd er gelijk gespeeld en dat was in de wedstrijd van 2007. Dat zal Wesley Sneijder wel worden of gaat hij hem breed leggen? Dat doet de Mul voor Davids en Davids scoort! Geweldige trap van Edgar Davids die zo zijn eerste doelpunt maakt sinds zijn terugkeer in Amsterdam. Stam, Heitinga, tekort voor Lindenberg, fout van Heitinga, Slory. Nou, schiet hem er dan maar in. Ja, dat doet Slory. Het is 1-1 in de 25e minuut. En het is de fout van Heitinga die de treffer van Excelsior inleidt. Van Nieuwstad raakt de bal niet. Daar is Eldrits Royer nog. Eldrits Royer uit de draaien en de goal. Excelsior op voorsprong in de arena. Daar is Huntelaar en de goal. 2-2. Uitstekend binnengekopt door Klaas-Jan Huntelaar. En daar bleef het dus bij. De laatste wedstrijd in Amsterdam was in 2011. En toen bleven de drie punten wel in Amsterdam. Steekpaasje is goed. Daar is de kans en het doelpunt. Vertongen scoort. Kijk nog even. Is het geen buitenspel? Nee. En dan leidt Ajax. De bal ingekopt. En daar is zijn tweede. Vertongen. Nu op aangeven van Theo Jansen. Het is raak. Daar is zijn eerste in de Eredivisie. Nicolas Lodero. En de knuffels zijn voor hem. En ook een seizoen eerder won Ajax met 4-1. Ebesilio. Nog eens. Wil hem voor zijn rechter hebben en schiet die bal erin. Ebesilio zet Ajax op voorsprong in de 13e minuut. Weinig ruimte daar in het centrum. Dan hard inspelen op Van der Wiel. Geen buitenspel. Dit moet hem zijn. Het is hem. Ja, 2-1 Ajax. Soleimani snel, sneller dan Nelom. Heeft nu Ebesilio en de Zeeuw mee. Geeft hem op Ebesilio. Mooi gedaan. Prachtig gedaan door Soleimani. Svitanić vraagt heel erg om de bal. Wordt ook wel gezocht. Nog maar zijn omhaal. Oh, mooi doelpunt. We hebben er al een paar gezien de laatste tijd. En deze is toch uitermate fraai uitgevoerd door Siem de Jong. In 2008 deed Ajax het zelfs nog een beetje beter. Het won met 4-0. Mooi de aanname van Siem de Jong. Het vervolg naar Huntelaar. Prachtig. 1-0. Briljant. En Manuelsson volledig vrijgelaten. Alle tijd. Leonardo komt naar buiten. En scoort. Leonardo maakt er 4-0 van en dat leidt tot de nodige kippenvel in de arena. In de eerste wedstrijd tussen Ajax en Excelsior die ooit werd uitgezonden, werd het maar liefst 6-0. Swanborn, schot Swanborn, vermunt, ingeschoten. Karel Bolzin. Ajax leidt met 3-0 na 37 minuten spelen. Tahamata, opnieuw Lerby. Tahamata. Doelpunt voor Ajax via Tahamata. Jensen uitstekend. Lerby gaat scoren. Ja, goal. En goed
onder kunstlicht neemt dan Simon Tahamata de hoekschop. En dan zit hij ernaast. Ja. Dan scoort Link toch eindelijk. Als zondag Ricardo van Rijn speelt, speelt hij zijn 100ste eredivisiewedstrijd voor Ajax. Ajax en Excelsior trappen om 2:30 af in de Amsterdam Arena.